wij wilden een groot erfgoedfestival organiseren in de provincie Gelderland. Met activiteiten eigenlijk door de hele provincie heen. En we zochten iets wat die activiteiten zou kunnen verbinden. Liefst ook op een aantal plekken fysiek aanwezig zou kunnen zijn. Ik ben met Cas van der Linden naar Erfgoed Gelderland gegaan. Daar hebben ze het hele vraagstuk uiteengezet. We hebben het gehad over een keet. We hebben het ook gehad over rondreizende tentoonstelling. Maar we wisten het eigenlijk niet zo precies. En eigenlijk na 7 minuten riep iemand, dan moet het een tijdmachine zijn. En na 11 minuten moest het de wandgidser zijn. Nou, wat ik heel verrassend vond, was wij dachten aanvankelijk vooral aan een soort tentoonstelling. Die mensen zouden kunnen zien na afloop, als een toelichting. En Tinker draaide het om. Die zeiden, je moet mensen van tevoren prikkelen. Dus je moet iets spannends neerzetten, waardoor ze getriggerd raken. Zoals je ook een trailer hebt van een goede film, daarin proef je de smaak van een film, zonder dat je nog precies begrijpt waar die film over zal gaan. Maar je weet wel, die wil ik zien. Ja, ik vond het een ontzettend spannend idee. En ook heel mooi, omdat je op die manier verschillende lagen van de geschiedenis in beeld kunt brengen en met elkaar kunt verbinden. Eigenlijk op een hele eenvoudige manier. Maar dat is vaak het prettige van goede ideeën. Dan valt het in één keer allemaal in elkaar. Dan klopt het. Nou, een vastgegeven was een container. En een container is een kreng, want die is herkenbaar en zal nooit een tijdmachine kunnen worden. En dat was mijn uitdaging, om een container zo vorm te geven dat hij eruit zag als iets eigenaardigs, militaristisch, waarvan je niet weet waar het voor dient, maar zeker geen container meer is. De deskpaintingschepen, die beleidingen past natuurlijk in het verlengde van het verhullen van de container. Die lijnen, die versterken dat nog eens extra. Ik zag op een gegeven moment op internet zag ik een afbeelding waarvan ik dacht van shit, dat is mijn ding. En dat bleek een hele oude tank te zijn, eigenlijk de voorloper van de tank. Zoals die door Duitsers ooit ontworpen is voor gebruik in de Eerste Wereldoorlog. Zij vroegen mij om voor de bandrietser kleine verhaaltjes uit de geschiedenis beleefbaar te maken. Dus wat ik eigenlijk probeer toe te voegen is een beetje dynamiek. Een klein plotje, een verhaaltje wat mensen prikkelt. Om te voorkomen dat het een geschiedenislesje wordt, maar het moet ook ontzettend, het is informatief, maar het moet ook heel erg leuk zijn. Het is altijd lastig bij dit soort projecten om aan de ene kant die historische correctheid erin te hebben en aan de andere kant wil je gewoon iets dat leuk is, wat mensen prikkelt en wat spannend is en dat is stoeien, zo werkt dat gewoon in zo'n project. Door het gebruik maken van verschillende lagen in glas en in de bouw van de bandrietsen zelf, maar ook verschillende lagen binnen de video, dus een animatielaag en daarachter nog een videolaag en daaromheen ook een animatielaag, proberen we een soort tunnel te creëren waarin je zelf het gevoel hebt dat je daar even induikt en daardoor de ervaring levensechter te maken. Eigenlijk moet je niet doorhebben dat je naar een film zit te kijken, maar je moet het gevoel hebben dat je voor even in het verleden hebt geleefd. Nou, we zijn benaderd door Gelegerd in Gelderland om een bijdrage te leveren aan hun programma in 2012. De titel dus Gelegerd in Gelderland. Een van die onderdelen was eigenlijk de ontwikkeling van de bandritser. En aangezien we als VEFONS ook zeer geïnteresseerd zijn in nieuwe dingen, dachten we, hey, wat is dat? Nou, het is er nog niet. Nou, dat vonden we interessant. Maar om er nou voor 3 maanden in te investeren, laten we gelijk kijken of die niet voor 3 jaar mee kan. En dat die dus ook langs allerlei andere doelgroepen dan Gelegerd in Gelderland, bijvoorbeeld scholen of musea of verzetsmusea of oorlogsmusea, dat we hem geschikt maken om 3 jaar mee te gaan met telkenmalen ook andere boodschappen die via die bandritser, maar straks misschien veeritser, vredesritser, Nederland in worden geworpen. De geloofwaardigheid van zo'n apparaat wordt in de eerste seconde bepaald. En daarom ben ik bij Stortplaats van Dromen uitgekomen, een alternatief bouwbedrijf in Utrecht. Jongens die vaak met gebruikte materialen kunnen werken en daar echt mee kunnen toveren. En dat was de echte partij die ik wilde hebben om het op die manier uit te voeren. We zijn nou ook met Tinker om tafel gegaan van wat zijn precies de eisen daarvan. Vervolgens zijn we naar Stroe, naar Defensie geweest om te zien hoe die container op en afgeladen wordt. En aan de hand daarvan maakten we gewoon de technische tekeningen. Dat is eigenlijk hoe het uitgevoerd wordt. De enorme lol die over me heen komt is die van eigen wijsheid. We hebben te maken met een bloedserieuze historische organisatie die het aan hebben gedurfd om zo'n fantasie-UFO-achtige tank neer te zetten op het terrein. En dat ding gaat de komende maanden overal in Nederland eigenwijs lopen te zijn. En dat vind ik een ontzettend leuk idee.
Als je bedenkt dat we ooit met elkaar aan tafel zaten met niet meer dan een idee en je kijkt wat er nu staat, dan kan ik daar met heel veel genoegen op terugkijken. En dan denk ik dat het ontzettend goed is dat je externe partijen erbij hebt gevraagd en eigen expertise hebt toegevoegd en dat je door op die manier samen te werken een heel mooi eindresultaat kunt bereiken. Hij is natuurlijk begonnen bij Gelegen in Gelderland, maar wij hopen straks echt over een paar jaar dat heel veel mensen kennis hebben gemaakt met de veeritsen. Maar nog veel meer met de boodschap erin. Hoe verbinden we het verleden met het heden?